Het Man bij het Hondjournaal. Vanavond met Thomas Veenstra. Goedenavond, dames en heren. In Groningen wordt bewezen dat je niet altijd af moet gaan op iemands uiterlijk. Een verslag ter plaatse. Waar bent u mee bezig, meneer Veenstra? Ik pak spullen in en ik ga naar mijn werk. Zo, even een shirtje aan. Maar hoe is dat dan zo gekomen, meneer Veenstra, dat u er zo uitziet? Ik heb daar eens gezien van mensen dat die hadden tatoeages en ik ben er zelf ook mee begonnen. Oor eentje, daarna de tweede. En een soort, ja, het werd als een beetje een verslavend iets. De meesten kijken me wel aan en denken van, hé, wat is dat weer voor iemand? Soms is het wel eens even slikken, maar over het algemeen, ik ga er toch door. Ik doe waar ik zelf zin aan heb. En weet je waar ik ook van hou? Muziekje? Ja, een muziekje. En dan denk jij natuurlijk een muziekje, hardcore of heavy metal. Ja, precies, het stevige werk, dat hoort er wel een beetje bij die... De mensen hebben altijd een tatoeages. Vooroordeel. Maar ik hou zelf van het Nederlandstalige muziek. Maar op mijn werk kan ik mezelf zijn. Dan nemen ze zoals ik ben, met mijn tatoeages, met mijn piercings. Ik ben zoals ik ben. Hey jongens! Hey. Hoe is het ermee? We gaan er weer een gezellige middag van maken. Ja, doe je allemaal mee? Ja. Zeg, kennen jullie Thomas allemaal? Ja! Hoe vinden jullie nou dat hij eruit ziet? Stoer! Heel stoer! Heel! Niet eng? Nee! Jawel! We kennen Thomas van binnen, dus hij is niet eng. Maar wat doet Thomas hier dan? Hij werkt. Hij kijkt of er geen boeven zijn. Ja. Zouden de boeven bang zijn voor zijn tatoeages? Ja. Heel erg bang. Ik ben een beetje voor onderhoud van een speeltuin. Koffie zetten. Kindertjes een pleistertje aanplakken of ze zijn gevallen. Wat is dat nou? Wat is dat nou? Hallo, wacht even wat is. Wacht eventjes. Oh, even je neus schoon. Zo, alweer klaar. Hallo. Ja, hallo. Kinderen, daar doet je wat. Ze kijken overal doorheen. Zelfs doe je piercingen, doe je tattoos. Maakt ze helemaal niks uit. Geachte kijkers, gooi al die vooroordelen de deur uit. Een ruwe bolster kan wel degelijk een blanke pit hebben. Dit was het nieuws. Goedenavond.